Ja. Yo mafketels, mijn naam is Stijn. Leuk dat je kijkt naar deze video. En zoals je zag aan titel en beschrijving en thumbnail. Waarom zeg ik iedere keer titel en beschrijving? Titel en thumbnail. Beschrijving, daar zie je drie zinnen van. Maar goed, in ieder geval in deze video weer een, even een update, zeg maar, op het gebied van wat we nog hebben liggen. Ja, ik zeg de hele tijd we, sorry, het is echt een beetje een dingetje geworden, omdat ik loop hier nu bijna 10 jaar als, eerst als klant, toen als vriend en daarna als, ja, hoe wil je het noemen, een beetje compagnon. Ik heb aan alle kanten geprobeerd te helpen en zo voelt CR Classics als een toko. Ja, een soort tweede sleutelhuis voelt het. Dus daarom, ja, ik heb ook vaak genoeg geholpen bij de winkel. Gewoon als iemand was voor een klant of een klant helpen en zo. Dus daarom zeg ik eigenlijk vaak we. Maar wat Kok en CR Classics dus nog heeft liggen hier voordat daadwerkelijk de toko sluit. We hebben heel veel verkoop gehad. Zeg ik het weer. God damn it. Er is heel veel verkoop geweest de afgelopen 2 zaterdagen, wat ik echt heel ziek vind. Dus shout-out naar jou als je gekomen bent. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Ja, ik ga jullie meenemen hier in het magazijn. Let's go. Eens zien wat er nog ligt. We beginnen gelijk even bij de cilinders. Ik zie opnieuw dat er her en der weer verkocht is. Je ziet ook dat de eerste laag koppen nu leger is daar. Maar er ligt nog zat. Dus heb je nog interesse in iets vergelijken? Ja, een variant van Sachs tot Suzuki tot Sundap, toch? Dit is toch DAP of ben ik abuis? I don't know. Sachs, Poeg, Kreidler zie ik hier liggen. Oeh, daar ligt ook nog een pestel spruit. Ja, flink raar, hè? Het spruitstuk is daar best flink en daar is het echt fucking 10 mm. Anyway, dat ligt er nog. Wat ligt er nog meer? Wat viertakt cilinders zie ik liggen. Ik zie hier nog heel veel Kreidler koppen liggen. En ik had hier nog 2 Kreidler cilinders liggen. Hé, hey, dit is een Honda M-kop. Ja, een 166F-kop, jongens. Ja, het dingetje is wel trouwens, mogen het duidelijk zijn. Dit is natuurlijk gewoon een dagopname, dus het kan maar zo zijn dat er morgen een klant komt en iets meeneemt. Ik kan ook niet garanderen dat, dat het er standaard ligt. En als je mailt voor een reservering, dan zal je dus gewoon, ja, simpelweg voor bezoek reserveren. Niet voor een onderdeel, dat kan niet gegarandeerd worden hier. Bij deze trouwens ook al als eerste hier, donderdag 8 april. En zaterdag 10 april zijn 2 reserveringsdata die Kok heeft gekozen. Je kunt dus mailen naar CR Classics en dan hoop ik dat ze zo snel mogelijk reageren. Ja, het kan soms wat langer duren. Ik kreeg ook zelf DM's van mensen die het vroegen. Ja, dat weet ik zelf ook niet. En ja, je moet ervan uitgaan, jongens, CR Classics is pak een beet 3 mensen en 1 daarvan dus al Kok. Dus ja, als je dan dus realiseert hoeveel stress er nu hier is gaande, plus de handel en alles, ja, het is niet 1, 2, 3 gedaan. Maar goed, in ieder geval, 8 en 10 april, dus dat is donderdag en die zaterdag, daar kan je voor mailen naar tweewielermarkt@gmail.com. En dan zal er een reservering per mail komen als je gewoon binnen die tijd wil komen. Er kunnen geen andere dagen worden gezegd. Dat kan simpelweg niet. Moving on. Carburateurs zie ik opnieuw dat het ook leger is. Maar er is zeker weten nog veel shit aanwezig. Evenals wat spruitstuk spul. Membraanspul. Gasschuiven. Hier zie ik ook nog een flinke bing. Zo, tering. Holy shit. Hier gaan we allemaal in. Hier. Achterlicht wordt ook kaler. Ik had hier trouwens nog een kopstukje van een G of een koplamp aansluiting, plaat, ding, sierstuk van een Suzuki GT. Kan volgens mij op elke willekeurige GT. Knipperlichten en achterlichten. Ik heb nog wel her en der gezien dat er nog wat 100M lag. Is ook veel van weg, evenals bedrading. Maar opnieuw, ligt nog zat. Ook losse draden in kleur. Je moet het maar net nodig hebben. En zeker nog klaksons. Alle soorten en maten, ook bellen. Plaatjes zijn er nog wel wat van. Alleen ook niet heel erg veel. Dat is eigenlijk ook wel merendeel weg. Vering is echt gewoon what you see is what you get. En wie weet ligt ertussen wat jij nodig hebt. Dat weet ik natuurlijk niet. Is gewoon de vraag, evenals voorvorkpoten. Ik weet toevallig. Dit is volgens mij van een MT. Of zeg ik dat nou verkeerd?
Ja, dit is de vorige van een MT-stuk althans. Nog tankdoppen, benzinekranen en meters. Gewoon een kwestie van zoeken, jongens. Ik kan ook niet aangeven hoe of wat er specifiek ligt. Luchtfilters. En ik zal ook eens eventjes gaan kijken wat hier allemaal nog ligt. Want dit is volgens mij een Kreidler voorspalbord, toch? En die ook, maar die sowieso. En dit is een Zundapp voorspalbord. Een Berini voorspalbord. Wat is dit? Velocette of zo? Ligt nog heel veel ook op de koppen, jongens. Dus let daar op. Je zal het maar nodig hebben. Ook de prijzen zijn veel lager dan standaard. Maar ga er natuurlijk vanuit dat als je met iets prijzigs in je handen loopt, dat het ook wel wat prijziger zal zijn. Ondanks dat het waarschijnlijk nog steeds super cheap is. Je ziet dat er zeker veel karters missen. Ook al ligt er nog her en der wel. Maar ik weet simpelweg niet wat er nog ligt. Ik ga dat niet allemaal checken. Elektronisch gezien moet je ook gewoon even zelf weten wat je vindt. Zeker liggen er nog spanningsregelaars, knipperlichtrelais, veren. Ook bijvoorbeeld voor bij je achterrem, weet je wel. Met een trommel als je daarop trapt hier. Of veren voor zijstandaarden is ook altijd wel heel interessant. Honda M-bouten trouwens. Voor de degene die dat interessant vinden. Ik weet dat dat hier ligt. Dit is allemaal blokophanging. Honda bouten. Op alle lengtes en maten die je maar nodig hebt voor je blok, ligt allemaal hier. Velgen van verschillende maten, zowel nieuw als oud. Nog meer spatborden. Is dit van Triumph wat bij AES? I don't know, maar check het. Er zit hier ook nog best wel wat spul tussen. De binnenkappen van een Kreidler zijkap. Zelfs nog Kreidler zijkappen. Er liggen er nog. Evenals de zijplaten, of hoe je het allemaal noemt, ik weet het echt niet. De GT-kappen liggen er nog. Er liggen nog steeds best wel flink wat uitlaten. En sowieso überhaupt zijkappen in general. Echt een hele hoop. Kreidler. Ik zie dat er gepakt is. Top, nice. Ga zo door. Maar er ligt dus zeker weten nog steeds meer. Evenals hier liggen alle zijkapjes. Damn, deze is shiny. Poeg. Zie ik ook leger worden. Koppelingen zijn gewoon compleet weg. Holy shit. Nou, daar liggen nog. Nee, dat zijn zachtkarters volgens mij. Nog een paar trapperhuizen. Beugels. Ook echt aanzienlijk leger aan het worden, maar ze liggen er nog. Nice. Allemaal oldschool zadels. Waaronder mobiletten. Ik weet dus dat er een Velocette frame of twee zelfs moet liggen. Maar ik weet bij god niet waar het allemaal moet liggen. Waar heb ik mijn... Oh, hier is de stoel. Oh, hier liggen ook nog ontstekingen. Houder van de MT. Waar je dan je bobine opschroeft. Met een massadraadje. Magneetvoorspatbord. Dit is zo'n achterspatbord met tank. Ik weet niet of dat ook van een magneet is. Dat zou heel goed kunnen. Dat is dan namelijk een deel van het frame. Achterspatborden. Jongens, ik weet echt al niet wat het precies is. Het ziet er heel erg Kreidler Zundapp uit. Nog meer spatborden. Best wel netjes ook nog. Alleen je hebt aan sommige plekken wat lelijk is. Wat is dit? Wow, yo. Wow, yo, wat is dit voor een transformer? Holy shit. Holy shit. Let me take a step back. Holy shit. Ik weet niet waarvan dit is. Het lijkt alsof het een mounting heeft voor een Suzuki of zo. Maar dit is wel ziek custom, zeg. Holy shit, wat een ice. Suzuki tankje. Ligt er nog. Evenals dit tankje. Ik weet niet wat dat is. Dit is een Honda M spatbord. Ja, nu heb ik je aandacht weer. Dit is een origineel Nederlands spatbord. Die moest achterlijk lang zijn natuurlijk. Want ze houden hier van lepels en wit. Heel wit. En dan moest dit je achterlicht worden. Dan had je een zwarte kap. Je achterlicht. Tering lelijk. Maar goed, ik bemoei niet. Hier hebben we nog een achterspatbord. En hier hebben we nog een oranje en een grijs spatbord. Dat vind ik altijd vet. Zo'n verzekeringsplaatje. Kijk, 1986. Het ziet er opnieuw uit als een Kreidler achterspatbord. Dat middelste of dat binnenste. I don't know. Tussendoor. Ja. Even tussendoor, want dit is een ding wat Kok vond en zei, ja, dit vindt misschien een kenner best wel heel erg vet. Dit is een origineel
met kenteken. Laverda 750 GT frame. Ja, dan heb ik hier even voor het leuk een 750 SFC boekje erbij van Laverda. Wat best wel heel dik is natuurlijk. Kijk. Eigenlijk alles van de 750 race. Best wel heel erg ziek. Dit frame is dus te koop. Ja, kom gewoon langs als je dit frame wil kopen. Het liefst natuurlijk via mail. Maar ja, wie het snelste is, die zal het eerst kunnen halen. Het is natuurlijk met kenteken. Dus heb jij nou gewoon thuis een compleet rollende fiets zelfs misschien. Maar geen kenteken, omdat je hem wil importeren. Dan is dit waarschijnlijk de oplossing. Ah, kijk, hier zijn ze dus. De frames waar ik het over had. Die zijn volgens mij met het krat erbij origineel. Helemaal compleet. In ieder geval, je kunt er één bouwen. Beweerde kok. Laten we het daarop houden. Maar er is een hoop in ieder geval van. Heb je dus interesse, dan kan je natuurlijk langsgaan. Enzovoort, enzovoort. Komen wij bij dus die spatborden. Een hele bubs. Zijn allemaal nogal netjes. Ik zou zeggen, kom langs en check het. En heb jij toevallig een GPZ 900R en wil jij nieuwe Busso einddempers, dan zitten er hier twee nieuwe in de doos. Ja, no joke. Ja, dames en heren, en dan nog een hele hoop frames. Ja, en merendeel met kenteken. Elke keer wanneer je me eigenlijk letterlijk een blokje ziet blurren, zoals dit kenteken, of dit frame bedoel ik, dan heeft het een kenteken. Ja, merendeel C320 frames, nog wat C310 frames, Batavus Matto Mat twee keer, dat Italiaanse rooi framepje en die Solex daarachter. Ik weet niet wat dat is van beide. Geen kentekens ook, evenals die Poeg M80, wat een super dikke brommer kan worden, heeft zover wij weten geen kenteken, maar is knijtergaaf natuurlijk om te kopen als bult. En nog wat extra Honda C320 frames, allemaal met kenteken. Er liggen nog wat voorvorken en poten. En de twee XR250's liggen er nog zover als dat er onderdelen van zijn. Dus, dan wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem tof? Doe even een blauw duimpje omhoog. Wil je nou Kok supporten? Kom dan zeker langs op 8 of 10 april. Doordat je natuurlijk mailt naar tweewielermarkt, @gmail.com voor een reservering. Ik hoop dat het zo snel mogelijk geregeld wordt dan voor je, maar ga er dus niet van uit dat het heel snel 1, 2, 3 gedaan is. Eén om het feit dat ik richting de 30.000 abonnees ga. Ben je nog niet geabonneerd, het is gratis, doe het hier. Maar dat komt natuurlijk dus daardoor dat het heel veel mensen zijn die mailen. En twee natuurlijk, dat het natuurlijk een feit is dat het hier echt, nou ja, het lijkt hier heel rustig, maar iedereen is juist, ja, in de weer. Want iedereen is druk. Dus, bedankt voor het kijken. Abonneer je dus beneden. Like zeker weten, even zodat meer mensen het zien. En deel de video. En dan check ik je graag de volgende keer. Later.